Media. Hoe kan je waardig ziek zijn? Ik, uh, ja, dit vind ik natuurlijk weer een meesterlijke vraag. <laughs> Want ik zeur wel veel over de mannengriep in dit uh, programma. Ja. Maar ja, ja. ja. Ik, ik, ik loop nu ook al dagen als een soort zombie... door mijn huis te kreunen en te steunen. En warme baden te nemen en zo. En dan zeg ik ook steeds sorry. Weet je wel, dat alles door mij niet doorgaat en zo. En uh, nou ja, ja. dat we dus niet uh, uit eten komen en uh, ik zou hier wel een hele aflevering hebben, <laughs> ja, we kunnen er ook een keer op probleem voor maken. Daar dus zijn we weer. Goedemorgen. Adem. Goedemorgen. Wat heerlijk, want ik vind het ook extra fijn dat je er bent, omdat je ook best wel een beetje ziek bent. Maar ja, de show must go on. Ja, je mag even en zeggen. En Flor is jaren ja. gefeliciteerd, Flor onze steun en toeverlaat dus dus het is voor ons allemaal feest en er hangen hier vlaggetjes serpentines het is crazy in de studio ja. dus ik ben dolblij dat, dat ik dat ik hier uh, naartoe ben gekomen dolblij ik ook dolblij en je haar is zo mooi dankjewel mag ik even bij bestelen tegen gewassen oké okay. <laughs> Uh, we kregen leuke reacties uh, van vorige week. Uh, we kregen reacties van, uh, van de underbuyers. De underbuyers, He? het, is een, het, is een groep, het is een groepering. En de underbuyers en dan met name de link met het wc-papier. Het wc-papier. Ja, maar ja. dat is ook wat zich wreekt als je een underbuyer bent. Dat klopt. Een underbuyer is dus iemand die stelselmatig te weinig koopt. Ja. Um, ik kreeg trouwens in mijn gezin gisteren ook nog het verwijt dat ik altijd het verkeerde koop. Hoezo? Nou, ik had dan uh, limonade gehaald met 0% suiker. Oh, ik dacht het verkeerde wc-papier. Nee, ik oh. koop wel het goede wc-papier, maar dan dus te weinig. Uh, en ze gingen gisteren met z'n vieren allemaal zeggen van, de, deze limonade kan echt alleen af hebben gekocht. Nou, ik dacht, ja, maakt het nou uit, 0% suiker, dat ja. is toch prima, dat is juist ja. goed. Maar goed, dat was echt uh, niet te hachelen. Je werd keihard afgefakt. Ik werd afgefakt. Terwijl, terwijl ik daar met mijn ziekenhoofd zat. <sus> maar ja, underbuyers, het is een probleem. En ik, ik, ik zou eigenlijk als tip ook aan mezelf mee willen geven... koop altijd twee keer zoveel wc-papier als je denkt nodig te hebben. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel de opslag... Capaciteiten van ja, hebben. want ik, ik, die ik, ik, heb ik niet die heb ik Kom op, aan met een met een inderdaad een een, een pallet vol met wc. papier ja, maar waar, waar maar laat, laat je het, het? Ja. nou? Ik, ik ben zelf wel een fan uh, van het uh, maken van de leuke piramides en zo van wc-papier, weet je wel. En en stapel jij dan de piramide op in de in het in, in de wc, in de wc ja, zelf tegen het wel. muurtje? Ja. aan. ja, het is wel een beetje zo dat je dan wel eens denkt van goh. Plast hier ook wel eens iemand overheen, over deze piramide. Maar ik denk dat laat dat het wel eens gebeuren. Ik heb daar ook wel eens iets over gehoord van een juf op de basisschool. die toch die, die knutsel, die dat je dan al die lege rollen krijgt. Die oh. daar soms ook best een beetje moeite mee had. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, dat, natuurlijk. Heel veel mensen vinden dat best heel vies. Ik heb dat van een juf ook wel eens gehoord. Ja, hè? ja. Het is natuurlijk toch omdat je dus, ja, je, je zit op de wc, je pakt die rol. en het laatste rolletje. en dan ga je er toch met twee vingers in om dat rolletje dat en dat. Ja, ja, die juf zei, ja, daar zit natuurlijk allemaal poep aan. Ja, en dat krijg je dan bij wijze van grote gesten van de ja, ouders. Voor dat van, dit hier heb ik juf, voor jou. kosteloos materiaal. <laughs> en dan denk je, nou, hou het maar. Lege melkpakken met <laughs> nog een beetje melk erin. wc met een klein kranten. beetje... <laughs> mijn mijn tante zei materiaal. tegen mij, wij moesten vroeger allemaal met kranten natuurlijk onze, onze billen afvegen. Echt? Ja, dan zouden ze denk ik, allemaal zwarte billen hebben gehad. Ja, inderdaad. en ook wel uh, beschramde billen, want ik vind dat best wel heftig. Dat is wel heftig, hè? Ja, ja. Dus, dat zijn dus ze knipten dan velletjes uit en daar deden ze dan een touwtje doorheen. En die trok je dan uh, van oh, een grote, ja? Uh, ja, van een touw in de, in de wc. Zo trok je die dan eraf. Jeetje, wat is het eigenlijk nog maar kort geleden dat mensen onder deze barre omstandigheden <tankt> leefden? Nou, echt, hè? Ja. ja. Ja, ja, met een krant. Ze zullen we allemaal wel zwarte billen hebben gehad, ja, denk ik. Heel zwart. Ja. Ja. En pijnlijk. Plus, wat, wat, wat doe je als je ongesteld bent? En het is. Uh, met een kracht. 1990. Ja, ik geloof dat ze toen ja. altijd met lappen werkten in ja, die ja. tijd. Want wat, nu eigenlijk uh, ook werk, weer een beetje joh. in de mode begint ja, te raken. Dus wat dat betreft waren ze hun tijd ver vooruit. Nu we toch over een beetje. ja, intieme onderwerpen ja, zitten ja. te praten. kreeg ook nog een hele leuke reactie. Dus leuk, ja, walgelijk en vies. Maar ook wel weer een geëngageerde reactie op de nagelknip. Uh, Affaire. Zou jij het zou, zou ik hem even het voorlezen? voorlezen? Dat, ja. We, ja, we hadden we het, het over van een uh, luisteraar... We kregen. We ja. Hadden, ja, we hadden het eigenlijk ging het over um, in een relatie. Kom je op een punt waar je de een zit te poepen en de ander knipt zijn nagels tegelijk. Dat is gewoon een voorbeeld, hè jongens, van een grote intimiteit. Een voorbeeld, een ja. voorbeeld. En toen uh, schreef iemand ons na het luisteren van de podcast over thee nagels. <laughs> ging ook nog over andere dingen hoor. Maar... Ik een flashback naar mijn studententijd. Toen ik werkte als schoonmaakster bij drukke dertigers. Het huis waar ik mocht schoonmaken was eigenlijk in mijn studentenogen altijd al best schoon. Alles stond ook symmetrisch. Je weet wel, twee van die grote potten met vetplanten voor de deur. Ja. Eigenlijk een heel correct saai beige huis. Maar wat elke week op mij wachtte, naast het bed aan de linkerkant, waren stukken afgeknipte teennagels. Uh, hier een groen van het Godsmiley. Elke week lagen ze er weer. En elke week moest ik ze met moeite weer opzuigen. En elke keer hoorde ik het getik van de nagels door de stalen stofzuigerbuis gaan. Het was vreselijk. Ik vind dit zo meesterlijk opgeschreven. Dit is echt, dit is is echt, dit is echt een fantastisch verhaal. Hè? Ja. Of nou ja, fantastisch. Zo goed dat, dat getikt door die. Door, dat zal ik nooit vergeten. Hoe, nu ben ik het dus ook nooit vergeten. Nee. Hoe, hoe dit moet. Nee, het begint als een roldaal verhaal. Ja. ja, heel roldaal. Niet? En dat je dan moordneigingen krijgt. Ja. Als schoonmaakster van deze mensen. Ja terwijl als mensen dat, dat is ook een beetje als mensen ontzettend aardig zijn en ze zijn heel vriendelijk voor je en, ze zien, en je ziet als schoonmaker dat het thuis niet helemaal allemaal op orde is. Dan vind je het niet zo dan erg. Vind je het helemaal niet zo erg. Maar, maar die teennagels, dat is eigenlijk toch een beetje een fuck you. Het is een disrespect. Eigenlijk wel, ja, toch? Vind je vind niet? Ik echt. Ja. Dat is een beetje een fuck you. Ja. ja. Het kan echt niet. En ook oh. elke week hoeveel nagelgroei hadden die mensen? Of die ene die aan de linkerkant sliep. Of zouden ze de nagels opsparen? Dus de, eerste, de e ene week de ene Kijk. voet. en dan de andere week de andere voet. Ik ben je kotsneiging, sorry. <laughs> Waarom vinden we dat zo vies, hè? Ik vind het eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen. vieser dan een poep. Ja, ik <laughs> Daar, ook. Hè? Ik zou echt liever iemand ik remsporen ook, wegpoetsen dan dit. Ja, ik ook. En dat getik, ook dat geluid, dat, dat hoorspel wat zich daar elke week afspeelt. Ja. Wij willen jou ontzettend bedanken voor deze beeldende en ook auditieve... Hoe noem je dat? Ook namens alle A luisteraars die dit Names thuis doen. Namens alle, alle luisteraars die dit. Die nu lekker bij zijn. Tikkels aan met het opezen Ze zijn in de file tikels. naar hun werk. <laughs> Is er nu iemand in de auto die, terwijl die dit luistert. die, die even uit was, het... lekker zo heel veel tiks zijn mond vol tikkels heeft. Dat zou ik heel grappig zijn. of uit het raampje aan het braken is. <laughs> ja, nou, dat vond ik een hele leuke reactie. En ik kreeg ook ja. nog een hartverwarmend bericht. Een namenbericht. We, ja. we hebben er nu ook echt een naam voor. Een ja. namenbericht. Ja. In maart eh, vorig jaar is onze dochter Ava geboren. Dat is leuk, want ik ben ook geboren in maart. Nou ja, mm. beter wordt het niet. Het is dus niet dat we haar vernoemd hebben naar jou, Ava. Sorry, geeft niet. Maar. Doordat ik zo'n fan ben van de podcast en jouw naam, noem ik onze dochter altijd Aaf of Aafje. Ergens heb ik spijt dat het niet gewoon Aaf is. Maar goed, dat is verder geen mega probleem. <laughs> Lieve Heerlijk. Ja. Ik vind Ava slash Aaf. Ja, vind ik helemaal niet dat, dat dat is voor mij eigenlijk. Dat, dat komt vrijwel overeen. eerlijk gezegd zeg ja. ik altijd, want ik vind Ava meer glamour hebben. Als ik heel eerlijk ben dan Aaf. En ja. bovendien in veel landen kennen ze de naam Aaf niet. In geen enkel land behalve Friesland. Uh, dus dan zeg ik altijd bij de Starbucks en zo van, my name is Ava. Ik zeg ook vaak Ava tegen jou. Ava. 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 Ja. Dus um, ja, dat vind ik heel erg leuk. Dank je wel. Jongens, wat gaan we, wat ja, gaan we gaan doen vandaag? Vertel, Lies. Ava. Nou, uh, eerst gaan we onze week een cijfer geven. Zeker. Uh, ja, en in, in alle openheid en kwetsbaarheid. Transparantie. dan gaan we een paar problemen oplossen. Je hebt een klein probleem. Mm -hmm. Ik heb ook een klein probleem. En we hebben samen een pro groot probleem, of eigenlijk een vraag. Ja, een levensvraag, we elkaar stellen. Ja. We hebben natuurlijk een reclame, want God zei dank. Ik erbij willen zijn. God zei dank. Zijn we daar blij mee? En we sluiten rustig en meditatief deze januari-uitzending af met een natuurhoekje. Ja. En als je dit luistert, is het alweer februari? Deze februari-uitzending ja. af met een natuurhoekje. Natuurlijk, jongens. Vloei je maar... het er niet uit te knippen. We zien, dan zien de mensen ook dat, dat het, transparantie. Is. Ja, het is precies. transparant Ja, het, het is transparant. Het is nog januari, want uh, over een paar dagen is het februari. Mooi. Mooi. mooi en ik denk dat het natuurhoekje in, in die maand ook zal opgaan, toch? Dat, dat, dat beest klopt. is niet ineens uitgestorven. Om in het de... natuurhoekje best een beetje seizoensgebonden te houden. Mooi. Dit dus is als een... Jamie Oliver. Met zijn recepten. Ja. ja, zeker. Ik heb nog niks gemaakt van Jamie Oliver overigens. Ik wel. Wat dan? Um, nou, ik uh, ging uh, maandag koken en toen uh, wilde de kinderen pasta. Toen dacht ik, ik ga toch weer eens even bij Jamie kijken. En? Pasta alla norma. Ze vonden het de lekkerste pasta die ik ooit had gemaakt. Is dat met uh, uh, cognac? Nee. Nee, prima. <laughs> het is eigenlijk wel met aubergine, maar die heb ik er even uitgelaten. Want ja, we want gaan dan wordt potten. het gewoon in je gezicht teruggegooid. Precies. Ja. Dan gooi je ze tegen de muur. Ja. Maar het is wel met kappertjes. Dat is best wel geavanceerd. Ja. En uh, ja, het is echt heel simpel. Kappertjes, tomaat, basilicum, pecorino. Dan ben je er eigenlijk wel. Wat heb je dat meestelijk gedaan? Jamie bedankt. Ja. Dankjewel. Echt waar, want hij is de meester. Dank je. En waarom hebben we het nu over Jamie? Nou ja, we, vorige week is Jamie flink over de tong gegaan. In de podimo aflevering Want hij is een 90 fenomeen maar hij is ook een 2024-fenomeen. Ja, we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we Jamie heel graag meenemen naar ja. 2024. Ik stak ook weer van ja. hem op. Uh, de steeltjes van basilicum. Fijn snijden. Ja, en die dan alvast erin mikken, zeg maar, met, met de garlic en de, en de ui. Ja. En toen zei mijn dochter. Wat ruikt het hier lekker? Kijk, toen zei jij, en dat bedoel ik. Daar leef ik voor. Dat... Daar leef ik echt voor. Dus. <coughs> Aaf, uh, kun je mij eigenlijk in één in goesh doorvertellen hoe je week was? Ja, nou, gemengde berichten, ja, gemixte berichten. Ik was dus ziek en ik heb de term Mickey Mouse geleerd. Weet jij wat dat is? Nee? Een Mickey Mouseje? Nee, nee, wist ik ook niet. Gij zei op een gegeven moment, neem nou even een Mickey Mouseje. Ik heb het net ook weer gedaan. Dat is een ibuprofen met als oortjes twee paracetamollen. Hoe kwam hij daarbij? Volgens mij zit iets uit de tv-wereld. Ik vind dat een hele, hele mooie benaming. Ja, en ik, en heb, het is ik ook neem ook wel eens een Mickey Mouseje. Een Mickey Mouseje helpt, kan ik zeggen, want ik heb het dus een half uur geleden genomen. Ik voel me aanzienlijk. Maar Aaf, met een Mickey Mouseje. Dan moet je wel even er iets bij eten. Want ja. ibuprofen schijnt echt een vuist te je zijn maag. in je maag. Dat ik ik zeg er ook altijd. mensen. Neem niet te veel Mickey Mouse. -je. dit is helemaal geen reclame. Dit is geen aanbeveling, maar als je ja. echt even iets moet doen. Ja. En je moet uit je bedje. Precies. Dan is een Mickey, maar ik vond het term Mickey Mouse wel leuk. Ja. Want het is altijd allemaal zo ongezellig die namen paracetamol en ibuprofen ja. en zo. Ja. dan kan je veel beter dit zeggen. Vind ik heel mooi. Dus Mickey Mouse... Yes, nou nou ja, zit je nu met een Mickey. Dankzij een Mickey Mouse. -je. Ik zit hier ja. helemaal schil van de Mickey Mouse en um, ja, dus het was gemeen, want Gijs werd vijftig. Dat was, dat, was, dat was heel erg leuk en, en, en feestelijk. De familie kwam langs, zong een lied. Want Gijs heeft echt de liefste familie op ja, aarde. klopt Tegelijkertijd wilde hij het niet vieren. En tegelijkertijd was ik ziek. Dus het was een beetje ingewikkeld. Ja, een hindernisbaan. Een hindernisbaan van emoties. Maar wat ik dus erg leuk vond, waar jij heel bang voor was op je verjaardag. Ja. Hij kreeg die mega Abraham. En? Hoe niet van mij, doen? maar op zijn werk, daar hebben ze een studio. En die is natuurlijk 10 bij 1000 meter. Ja? Dus daar kan je makkelijk. En hij vond het heel leuk. Oh. Hij vond het heel leuk. Dat zou je niet verwachten hè, van iemand die zijn verjaardag niet wil vieren. Ja, maar dit zo op je werk. En als er dan zo'n ja. megalomane Abraham op is. Zo groot. En hij leek ook, ook heel zo erg op de top. Ja, dan, dat is toch ook wel echt heel erg ja, grappig en leuk. Een groene trui, een baardje, precies hetzelfde haar. Dus het grappige was, zij, zij hadden dat ding neergezet en toen hadden ze hem dus weer laten die fleten. Want je kan hem dus gewoon natuurlijk weer naar beneden laten, gewoon de lucht eruit halen. Yeah. En dan was Gijs steeds van, oh nee, maar ik wil toch nog even met hem op de foto. En dan gingen ze hem weer omhoog, toen gingen ze hem weer naar beneden. Dus, dus het, het was echt... Het werd echt een ding. Het werd een ding. Het is trouwens wel, er komt nu een, een leuk onderwerp in mij op voor een komende podcast oh, dit vertel. jaar. Hoe ga je om met iemand die zijn verjaardag eigenlijk niet wil vieren? I know. Zullen we daar... Hè? Daar kan ik je thuis? veel over vertellen. Ja. Het is heel ik, moeilijk. Ik wil het daar graag... Dus laten we dat ja. eventjes... Uh... Ik schrijf het even op. Precies. Ja. Want het ik, is niet uh, zo makkelijk. Ik zal daar dan nu nog niet te veel tippen van. Dus het nee. is heel moeilijk. Precies. Want je... Nou ja. ja. Nee, ik ga het ja. niet uitweiden. Maar um, dus ik geef mijn week... Nou ja, ik, ik, ik vind het heel leuk dat Gijs' zijn verjaardag min of meer goed verlopen is. Ja. Ik vind 50 het vijftig worden is niet niks, hè? Nee. Dan moet je toch... Als je het helemaal uh, ge ge geruisloos laat verlopen, is dat ook Nee, maar niet dat goed. wilde die dus ook eigenlijk helemaal niet, bleek. Gelukkig wa wa was het ook niet geruisloos. Ja. Uh, maar ik wilde toch even tippen voor mensen die uh, mensen in hun omgeving uh, hebben die 50 worden. Huur nou wel zo'n zo Sarah of zo'n Abraham. Toch wel doen. <laughs> Want volgens mij vinden mensen het stiekem dus heel leuk. Nou, jij kijkt niet. nu heel moeilijk. Misschien ja, dus de eigenlijk... Abraham's. Zou de Abrahams het leuker vinden? Nou, ik moet zeggen, wij hebben laatst research gedaan hè, naar yeah. die Sara's en yeah. die Abrahams. En toen zag ik dat de Sara's veel. Rampzaliger eruit zagen dan de Abraham. Ja, ik, ik, als ik dit hoor, dan word ik al gelijk woedend. Want ja. ik ben natuurlijk ook 50. En ja, dan en jij wilde het echt niet. Nou ja, ik, ik vind het dan toch wel vaak meedogenlozer ja. voor vrouwen het echt. ouder worden en daar grap over maken dan over mannen. Want dit was gewoon maar ja, grijs, okay. maar dan 10 meter hoog. Ja. En die Sarah is een ja. soort gestoorde oma. Precies. Met een rollator. Dat is, dat is echt heel raar. Gek is dat, hè? Nou ja, ik ben er niet heel verbaasd over, maar het is wel een feit. Dus doe maar voor de mannen allemaal zo'n Abraham kopen ja. uh, huren. Ik ben benieuwd wat mensen thuis hierover uh, ja. te zeggen hebben. Of je het achteraf, als jij hebt gezegd: jongens, ik wil geen Sarah, toen heb je Sarah gekregen, toen vond je het toch wel leuk. Ja, precies. Hebben jullie deze? Het is toch ervaring? een vorm van aandacht. Ja, ik had bijvoorbeeld Rijstevly meegenomen, want ik was in het zuiden. Ja. Uh, begin ik eigenlijk een beetje nu gelijk. Neem ik hem mee naar mijn werk? Ja, ja, dan? ja, ja, doe. We hebben uh, meegenomen. En ik kwam echt aan met: van jongens, ik heb een doos caviar meegenomen. Van rijstervlaai. Ja, ik ultieme. weet niet of jullie het. kennen, dat is paprijs, dat is een dessertrijs. En dat, koop je, dat kook je dan in Rome, of volle melk met vanille. En, en ja, Floor, die kent het goed. En het is in Limburg. Floor zit helemaal weg te drogen. Ja, maar wij komen. Als ik, als ik denk aan rijstervlaai, de dan, dan springen eigenlijk de tranen me in de ogen. Oh ja. Aww. Omdat de, een rijstervlaai nog warm van de bakker, die je dan hebt gehaald op zaterdagmorgen. Ja, dan, en dan komt je tante, komt koffie drinken. zo Dan is er fly. Ja. Zom, of zaterdag is er altijd fly. Oh en dan, ja, altijd. Ja. En, uh, en als je dat dan hiermee naartoe neemt... en dan la, laat je dat proeven aan je partner en aan je kind... Ja. dan kijken ze naar je alsof je ja, grutjespap hebt of, of, of genuurst. Of ik weet niet wat je ja, dan... Uh, Girst, ja, gierst. Ja, hoe heet zo. dat spul ook alweer? Bij of ze, 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 ze voorschijnt. Ja, ik, ik, zo, zo ik lust het ook zijn. niet. Nee. Nee, maar dat is echt iets waar je mee opgegroeid Dus als je dient daarmee opgegroeid ja precies. Als je ja. daarmee opgegroeid bent, dan denk je, oh, ik krijg zelfs een zachte ja. g. Oh, oh God, wat, wat laat, het weer, laat het weer, vroeger zijn. Ja. Op een bepaalde manier, toch, Floor? Ja, het is de Madeleine van. Uh, het is ik? mijn Madeleine. Ja, precies. Het is echt het is mijn jouw Madeleine. Madeleine. Je hoort weer de harmonie spelen en, en die schapen schreeuwen <laughs> en, en de rijstvlaai. Oh, en dan niet schreeuwen. met slagroom met vlokken erop, jongens. Nee, nee dat toch, mag niet. Floor? Nee. Is dat nee. iets wat in, in, in het Westen is toegevoegd? Ik weet niet waarom, maar dat er kwam een satanische secte. Die heeft dat op een gegeven moment geïnteresseerd. Slagroom met vlokken erop. Dat, nee, dat de okay. rijstervlaai is alleen maar rijst. Ja, de Bel minimum. Met een bodempje natuurlijk. Ik oh, moet het toch leren eten. Als je een keer in Limburg op vakantie bent. mooiste provincie van ons land natuurlijk. ga dan een stukje rijstervlaai eten. En, en sta gewoon eens open voor andere culturen. En vind jij, appel, <laughs> jij appelkruimelvlaai een ding? Of bestaat heel dat lekker. eigenlijk? Is dat helemaal. Be... Oh, ja, dat zeker. vind ik dus wel heel lekker. Ja. En, en wat, je ook, wat ook vrij uniek is en hier niet te krijgen is, is kroonjelen uh, uh, merengen. Dus dat is kruisbessen. Die zijn ongelooflijk zuur. <laughs> en ja, dat, ik kan ook bijna janken als ik erover begin. Dat ja. Met meer zoet merengeschuim erbovenop. Ja, dat is ook, maar die moet je bestellen. Dat is ongelooflijk. Want die maken ze niet zomaar. Dat is dat is zo. Nee, die moet je bestellen, want er zijn er gewoon niet zoveel kruisbessen. Nee, omdat ze natuurlijk eigenlijk niet tevreden zijn. Joh. Nee. <laughs> nee. Ze maar zijn dat heerlijk. is dus een hele ik, lekkere combinatie die ja. scherpe kruisbessen met oh, die meringue. Oh, dat is zo lekker. Dat is heel zuur af. Ik neem. Ik. Ik neem ik, de dat volgende keer als me wel ik aan, weer, aan Op de een of andere manier. Ja. Ja. Net, net als Morellen, een die hele zure kers die er niet voorkomt. Het is zo schattig, want elke keer als jij iets zegt. Lul, dan hoor ik Floor dat, daar. Mm, lult maar door over Limburgs mm, eten. Ja, maar het slaat heel ja. erg aan hier. Ik heb in de ook een studio. keer met Kers gemaakt. Ja, dat vind ik heel lekker. Ja, ja. Maar dat werd bij ons ook. Uh, oh, dat vind ik erg lekker. Met een heel zuur mondje gegeten. Nee, dat vind ik heerlijk. Dat snap ja. ik niet. Maar het is ook, ik vind het ook heel grappig dat zij dat dan eigenlijk vies vinden. Ja. Ach, ja misschien ja. moet je er een beetje mee opgegroeid zijn. Maar Lies, hoe was je week? Um, ik had. Want je had dus die rijstervlaai meegenomen. Dat was natuurlijk top. Waarbij me ook opviel dat dingen de helft gewoon van de prijs kosten die hier. Zo'n heel grote bienestig taartpunt kost daar 1,50 euro. Bij de dat is echt uit. een lieve prijs, ja. 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 Ik denk, nou, ik weet niet hoe je hem daarvoor maakt. Nee, hè? Nee, kleine, hele kleine vleitjes, 1,50 euro. Hoe maak je daar een vlaai voor? Het is echt het Portugal van Nederland, Limburg. Ja. Echt, hè? Ja. ja. Vond het, ja, ik, 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 ik vond het ook een beetje zielig. In ja, hè? Jeetjes, Daar kan je zo 4,95 voor vragen. Zeker. Of meer. Zeker, ja. Maar ik, um, ik wilde het eigenlijk graag hebben over um, een uh, film die ik deze week heb gezien. De Holdovers. Ja. Ik weet niet of jij er al iets over hebt gehoord. Volgens mij vertelde jij dat je er heen was. Ja, en ik, 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 ik vond het zo'n prachtige film. Oh, omdat, uh, ja, het, het gaat over een... Uh, docent op een soort ja een, een, op een high school of een, in ieder geval een soort het is niet ja je, kan je uitleggen hoe dat zit na je high school ga je voor dat je naar college gaat heb je dan niet nog een soort voorbereidende college ja soms heb je een prep school dat was ja het. ja dat is een beetje wat chiquer zeg ja, maar en, en ja en er waren dan rijke uh, rijke kinderen zaten ja en uh, en een docent uh, oude geschiedenis klassieke talen oh ik sla nu helemaal ja, aan al die heel erg ver, een beetje vervreemd is van de leerling en de wereld om hem heen maar die nog steeds stug we hebben het over 19, of de jaren zeventig, volgens mij 1971. Stug in die wereld blijft leven. En dat heel minutieus uh, citaten van Cicero blijft geven... aan die leerlingen als ze te laat komen. Oh, heel, heel vervelend durft te zijn met een geruite gleufhoedje op. En eigenlijk een heel gehate docent is. Ja. En uh, waar we dan een heel andere kant van leren kennen gaandeweg. Dat die film vordert. En ze moeten dan met kerst overblijven. En hij uh, is aangewezen om... Dan op die leerlingen te passen, die dus op school moeten blijven. Ah, kerstmis, zo. die niet worden opgehaald door hun ouders. Die een beetje zielig zijn. Yeah. Ja, en um, toen moest ik zo denken aan de docenten die je in de loop der jaren dat je op school gezeten hebt gehad. Yeah. en de indruk die ze eigenlijk op je hebben gemaakt. En dat je dat eigenlijk nooit meer, dat die mensen nooit meer uit je hoofd of uit je hart gaan. Tenminste, yeah. een paar. Ja, yeah. dat het dat het, dat dat eigenlijk jammer is dat die mensen dat helemaal niet weten. weten. Ja, ik vraag me dus af, zouden docenten. Zouden ze dat weten dat ze zo'n indruk hebben gemaakt op de levens van kinderen, ook al waren die kinderen misschien toen helemaal niet dankbaar, of nee. stonden ze helemaal niet op je te wachten, of vonden ze je heel vervelend, hebben ze je gehaat of grappen over je gemaakt? Of... Ja, weet je wel dat, dat, terwijl dat eigenlijk die mensen zoveel hebben gegeven aan, aan, aan kinderen en aan pubers. Ja, en inderdaad hoe, hoe vervelend je ze ook vond, of, of, of ja. je, je herinnert je ze allemaal ja. van elk vak. Ja. En dat tenminste ik, ik wel. Ik, ik herinner me elke docent nog heel goed. Ik, 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 deed, ik ging me aanmelden voor een cursus uh, Frans. En uh, ik dacht, leuk, dan kan ik dat s'avonds een keer, weet je wel, een paar uur per week Frans leren. Ja. En toen moest ik een soort test invullen. Dus ik zat zo klaar, je moet dan die test invullen met een tijdslimiet uh, en zo. En toen uh, zat ik dingen te, in te typen die ik eigenlijk al misschien dertig jaar niet meer... Ja. waar ik er dertig jaar niet meer over heb nagedacht, hoe je dat schrijft of hoe je... En toen zag ik meteen het uh, gezicht van bijvoorbeeld meneer Van der Watering voor me... die ons Frans gaf op ja. een heel specifieke eigen manier. Ja. Toen dacht ik Pot dat is toch wat dat je dan 30 jaar later nog precies iemands gezicht ziet ja, en iemand zich gedroeg. Ja. En dat iemand helemaal nooit pleesend was, maar helemaal rechtlijnig zijn eigen ding deed om jou die taal te leren, omdat hij er zo van hield. Ja, had ik met Frans ook. Ja? Daardoor heb ik wel best wel goed Frans geleerd. Ik ook. Ja, want ik moet nu vaak Benne over horen. en dan denk ik wat bizar dat ik al die spelling nog weet en ja. al, die, al die woordjes nog weet. Want ik heb het niet echt veel gebruikt later in mijn leven. Het is leven. toch echt knap van zo'n docent, ja. vind je niet? Ja, en inderdaad dat niet pleasende, dat had mijn veranderleraar ook heel erg... Ja. Ja. Die deelden de overhoringen altijd ja. uit op volgorde van cijfer. Dus dan eerst kregen de kinderen met een hoog cijfer. Ja, en dan werd steeds... het steeds lager. En een vriendin van mij, die dan was het onder de vijf, die begon dan al te huilen. Dat was <laughs> zo zielig. Die wist dan van nou, ik zit weer bij dat stapeltje. Dat was echt. Oeh, ja, pedagogisch eerder. gezien denk ik niet het allerbeste nee. wat je kan doen. Maar ja, nee. hij, was, hij was heel streng. Ja, en je, dat vond ik wel leuk. Je kon extra punten verdienen als je een gedicht in het Frans uh, kwam opzeggen voor de klas. Maar werd je daar dan mee gepest als je dat deed? Nee, eigenlijk niet. Want nee. iedereen dacht van ja, al je wil gewoon extra punten. Dat is toch fantastisch. Ja, dat Vind vond ik wel iets? leuk. Ja, ja, dat vond ik wel leuk. We hadden ook een leraar in Grieks. En die liet een hele dia. Uh, die, 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 die zei dan: jongens, dias. En die had dan was met zijn vrouw op vakantie gegaan naar Egypte. En die liet dan gewoon al zijn vakantiedias zien. Oh, en dan zag je dus die, die mevrouw staan bij de Abu Simbel bij die tempels. Heel serieus met een uh, zonnebril en een zonnehoedje op. Oh, en, dan zaten oui. wij, en dan zaten wij dan naar te kijken hoe intiem dat was ja. eigenlijk. En dat hij vertelde dan over, over die tempel van Abu Simbel of de Nijl, of weet ik veel wat. Och, wat Aan de hand van zijn eigen vakantiedias. Ja. En dat deed meneer Van der Watering ook. Dan was hij uh, oh, naar de ja? Atlantische kust En dan zag je hem zo staan met een zonnebril en een heel serieus hoofd bij een. Uh, ja, men hier of bij een. Uh... Wat leuk dat hij dat allemaal liet zien. Dat is toch lief, hè? En ja, bij ons hielden ze, denk ik, iets meer afstand. Misschien ja. ook wel noodgedwongen, hoor. Dat ze dachten, oh, in het begin was het wel heel streng, hè? Ja, ja, ja maar dit ja. is toch wel een, een best wel een inkijkje als je, je vakantie die Je hebt best een zien. intiem inkijkje. Ja, ja. ja. ja dus ik, euh, nou ja, dat, 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 ik werd er eigenlijk heel blij van. Ik dacht, god, ja. ik heb toch ook wel veel mazzel gehad. Ja, ik eerlijk gezegd ook. Ik heb wel trouwens een keer tegen een lerares gezegd... Um, bij mijn eindexamen, dat het me speet. Dat ik haar zo uh, had getergd. Dat vind ik echt heel lief dat ja. je dat hebt gezegd. Ja, nou ja, ik, ik weet niet of ze er echt veel aan had. Want ja, ik ging weg en uh, toen had ik ineens spijt. Maar ik was wel ik echt denk het vervelend echt wel geweest. Ik dat wel wat het betekent voor die vrouw. Ja, misschien. Ja. Ik hoop het. Ja. Ze was eigenlijk heel erg aardig en ze deed vreselijk haar best. Maar ja, ik was gewoon een vervelende puber. Ja. Dus, ja. Zou het... Zou de docenten waar ik ook bang voor ben geweest, ook op de op de toneelschool later, omdat ik het bijvoorbeeld niet zo goed kon of ik 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 zag dat ze mij niet heel bijzonder vonden, of dat zijn ook docenten die je altijd bijblijven en dat hoeven dan ook niet altijd heel slechte docenten te zijn geweest. Het kunnen ook mensen zijn die waar je misschien twintig jaar later van denkt, oh ja, ik snap eigenlijk wel wat je toen bedoelde. Ja. Alleen dat wilde je toen je negentien was niet zien. Nee, dat het je is zo ook een heel ander soort leeftijd. Ik vind wel als je als je als je studenten of leerlingen echt bang maakt, ik vraag me toch af of dat wel goed is. Ja, maar de angst lag natuurlijk gewoon natuurlijk ook meer bij mij. Dat oh je, zo, ja, dat, je dat kan. Onzeker werd ja. van iemand of uh, ja, ja, of zo onzeker was. Een ja. leraar heeft natuurlijk ook zijn lievelingetjes. Ja. Zeker op absoluut. de toneelschool was dat uh, zo. En dan, ja, dan, dan, was je toch een soort ja wormvormig aanhangsel. Ja, van al die lievelingetjes. Van, van de lievelingetjes die dan toch ook maar gewoon ja wilden leren, weet ik veel wat. Ja. Spelen oh, de toneelschool toneelschotlijn, maar goed, er, is, er zijn te veel ingewikkelde nieuwsartikelen over de toneelschool, waardoor ik echt denk, ik ben zo blij ik er nooit op gezeten. Maar goed, jij hebt er volgens mij een hele fijne tijd gehad. Maar... Ja, ik heb een hele fijne tijd ja. gehad met leuke docenten, inderdaad, die misschien soms dingen deden die pedagogisch niet helemaal uh, in de hand waren. Maar... Ja. Mijn week geef ik een uh, 7,5. Nou, dat wou en... ik ook net doen. Ja, ja, Want, ja, ja, ja. Heel goed. goed. Nou ja, goed, prima. 7,5, we timmeren het, we hameren het af. Prima. Gaan we even kijken in het mandje. Lekker. Ik zet hem even op tafel. Wat een leuke mandje is dat. Reclamemand, 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 reclamemand. Ja, jongens, in de mand zit uh, ICM. Dat is een opleidingsinstituut. En die hebben een cadeau voor iedereen, toch? Af? Ja, zeker. Ja, ik vind ja. het op zich heel bijzonder dat er in zo'n kleine mand. zo'n groot opleidingsinstituut kan zitten. Ja, dat is heel mooi. Vind ik heel leuk. <laughs> Ze bieden iets gratis aan. Een, ja. webinar, een webinar. Over zelfontwikkeling. Nou, daar zo. hebben wij het hier eigenlijk ook altijd over. Absoluut. Het is de zelfontwikkeling. Kan niet genoeg benadrukt worden. En niet, niet genoeg bewebbenaard. Ja, um, je kan dit op allerlei data doen: namelijk 22 februari, 26 februari en 6 maart. Het kan niet genoeg worden overschat, bedoel ik natuurlijk. Hè? Want als je het onderschat, dan. Nee, dat is waar, dat klopt. Uh, niet. Ontwikkel je jezelf niet en dan blijf je toch een soort ja, ameuben. Ja, dan He? blijf je een herseloze ameube. Je kan het niet genoeg Overschatten. Precies. Je kan het niet prima. genoeg <laughs> overschatten. Nou, hier ja. komen de thema's. Die klinken een beetje ja. zweverig, maar ze zijn eigenlijk heel praktisch. Nou, het eerste webinar gaat uh, over uh, emoties accepteren. Dan richt je je op wat, wat, wat echt belangrijk is in je leven. Precies. En je krijgt methodes aangereikt die helpen jou ja. om je gedachten en emoties te accepteren. Nou, dat zou ik al heel graag willen Ik ook, gezegd. want uh, dat is bij mij echt uh, nog niet helemaal doorgekend. Ja. Webinar 2, ja. Wat leren we daar? Nou, die vind ik ook heel leuk. Je leert met mildheid naar jezelf te kijken. En je ontdekt wat je kan doen om jezelf te ondersteunen in moeilijke situaties. Dat vind ik ook heel lief. Ja. ja. Prima. Het ik lijkt onze podcast wel. Ik ga eens even kijken. Webinar 3, daar ontdek je wat gezond egoïsme is. Mm, love <laughs> en it. hoe je dat kan toepassen in je relaties. Ja, dan zeg je van, nou, nu ben ik even gezond egoïstisch. Ja. Ik ga in bed liggen. Nee ja. hoor, dat heb ik zelf verzonnen. Dit is helemaal belangrijk. niet wat ze bij ICM dat allemaal Het is hartstikke doen. belangrijk. Want als je een beetje normaal voor jezelf kan opkomen, dan word je gewoon veel gelukkiger. En dus een leukere partner. Precies. Lijkt mij. Um, dit zijn dus allemaal hele fijne webinars voor ja. zelfontwikkeling. Ja. Het is ook best wel belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Het is niet dat dat ooit een keertje klaar is. Hè? Nee, het is ook fijn om ergens over van mening over te veranderen. Of om achter iets te komen dat je denkt, hé. Hey, hé. Hey. Hey. Zo zit het eigenlijk. Nou, dat is gewoon, geeft gewoon een heel lekker gevoel, jongens. Daar kun je van mij op aan. Dus al ben je 72 Deze. en je hoort dit, dan nog kan je denken: hey, ik ga eens een keer een nieuwe ontwikkeling bij mezelf stimuleren. Kijk Via je dan een webinar? Of die webinars live volgen. Of je kijkt ze gewoon lekker terug wanneer het jou uitkomt. Als je bijvoorbeeld ziek in bed ligt en je denkt: Nou, ik wil wel eens even aan mijn gezonde egoïsme werken. Ja. Dan, daar uh, heb ik nu tijd voor. Je zet je webinar nummer drie aan, jongens? Ja, dan, ja. dan kijk je hem gewoon lekker terug. Je kan ook nog allerlei andere dingen doen. Je kan je gratis aanmelden. Je kan meer informatie krijgen. Dan ga je naar een website: www.icm.nl/slash /groeiprogramma. groeiprogramma. Succes, jongens. Reclamemand, 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 reclamemand. Ah, dus heb jij een klein probleem? Ja, ik heb een klein probleem. Het sluit een beetje aan bij het Mickey Mouse'je. <laughs> um, hoe kan je waardig ziek zijn? Ik, uh, ja, dit vind ik natuurlijk weer een meesterlijke vraag. <laughs> Want ik zeur wel veel over de mannengriep in dit uh, programma. Ja. Maar ja, ja. Ik, ik, ik loop nu ook al dagen als een soort zombie door mijn huis te kreunen en te steunen. En warme baden te nemen en zo. En dan zeg ik ook steeds sorry. Weet je wel dat alles door mij niet doorgaat en zo. En uh, nou ja, ja, dat we dus niet uh, uit eten konden en. Uh, ik zou hier wel een hele aflevering. wijden. Ja. we kunnen er ook een keer een hoofdprobleem van maken. Nou, Aaf, dat is heel moeilijk. Is echt? Want moeilijk, hè? je wilt natuurlijk verzorgd worden. Ja. Hetgeen niet gebeurt. Nee, nou, ik ben wel een klein beetje verzorgd. Ja? Want vandaag heeft Gijs me met de auto naar je studio gebracht. Dat en ik had ook lief. een keer een ontbijtje op bed gekregen. Dat ja. was heel fijn. Ja. Maar het stomme is. Volgens mij zit je zelf een beetje tussen twee dingen. Van je wil eigenlijk aandacht en verzorging. Ja. Maar ik wil ook maar als een soort hamster terugtrekken onder tien dekbedden en met niemand praten. Het is zo dat als je dus kinderen krijgt uh, of een ander soort gezin, zal ik maar zeggen, dat, uh, dan is het zo dat ziek zijn voorgoed verandert. Ja. Omdat je natuurlijk niet meer je kan terugtrekken in een hol en dagen niemand kan zien. Nee, dat Nee, gaat Je moet ook pasta kinder... normaal maken. Ja, of, of, of onderbroeken wassen. Ja. Ik ook gisteren nog uitgebreid gedaan ja dus de, ja. en en dat gaat allemaal gewoon door en als je echt heel ziek bent is dat wel echt heel erg heel naar ja dat is echt niet leuk nee, nee. en het voelt ook een beetje dat ja kun je wel een beetje alleen voelen nou ja en ook, je voelt je zo ontzettend asociaal maar ja, tegelijkertijd is het ongeveer het enige wat je kan, is, is, in, is gewoon slapen. Komt het een beetje opnieuw? Ja, als je echt heel ziek bent, dan kan je natuurlijk alleen maar in bed liggen. Maar, maar als je een beetje ziek ja. bent of je wordt beter, is het dan goed om toch die was te, te doen en pas alle norma te maken? Of moet je dan dus zeggen, jongens, bestel maar een pizza. Uh, ja, mama, die gaan nog even liggen. Of... dat weet ik niet. Ik denk nee. toch dat het misschien goed is om een paar dingen wel te doen. Ja, Dat is je dan ook zo, toch een, hoor. Soort, een soort zekere mate van tevredenheid kan hebben. Als de koorts weer omhoog gaat. Ja. Ik, nou, ik heb toch wel een paar basisdingen gedaan. En gisteren heb ik bijvoorbeeld de tafel gedekt. Ja. Dat was het dan? Voor de hele dag. Ja. <laughs> maar ik vind het moeilijke dus, ja, dat je, dat je toch moet zeggen, tenminste, ik zeg dan dus, van sorry, ik ben, ik ben ziek. En dan zegt iedereen, ja, dat weten we nou wel. Maar dat is, ik wil dat dan toch steeds zeggen om te verklaren waarom ik zo ongelooflijk afwezig en droopy ben. <laughs> Wat zou jij willen? Wat, wat zou je deep down, ongecensureerd willen? De hele dag in mijn bed liggen. En wil je dan dat iemand zo. Ja, ah, wil je misschien een kopje thee? Ja, dat wil ik ook heel graag. En vind je het lekker om een klein glaasje jus erbij? Ja. Of zal ik je even. Heb je misschien zin? Zullen we je even. Ja dat, ja, dat is, Wil je dat? Ja. Of wil je. Iedereen is weg en je gaat in een mottige ochtendjas eventjes de krant halen. En je, je nee, het liefst doen. zou ik willen dat je een soort hotelsituatie had. Yeah. Want ik zou ook eigenlijk liever dat... elk uur mijn lakens werden verschoond. Maar dat, dat is, is natuurlijk... veel gevraagd. Dat is niet haalbaar. Nee. Hè? Maar wel iemand die zegt... kom, ik leg het dekbed even recht. Ik trek het even goed. Oh, dat, dat hij even het kussen weer een beetje opschudt. Ja. Ja. ja, want wat ik ook heel erg heb... als ik ziek ja. ben, ik weet niet of jij dat ook hebt... je kamer... wordt heel ongezellig. Want overal liggen propjes wc-papier... en uitgedrukte pillenstrips... en ik heb ook altijd heel veel verschillende kleding als ik als ik ziek ben want dan heb ik het weer heel koud ja. en dan heb ik weer, dus er overal heb liggen je een vesten. soort ring om je heen ja. van borden met een stukje bescherming. het is echt wel bed van Tracy Emin weet je wel <laughs> zo ziet het er nu uit ja. en dat is eigenlijk het je wil juist in een helemaal zen kamer heel rustig uitliggen zieken. Ja, met zo'n dienblad wat je over je buik hebt. Ja, kan zetten. wat zo'n heel van die voorzichtig pootjes. over je heen oh, wordt gezet. ja, zoals in een sanatorium of zo. Ja, in een sanatorium met ja. een eitje in een antiek eierdopje. Ja. met een klein zilveren lepeltje met een heel met een klein roosje een heel in een vaasje. Een Weet je, zo'n zoutvaatje wat zo groot is ja, als je als een pinkoetje van je pink. En dan zo'n bed, wat je zo omhoog kan doen. Zodat je Automatisch even kan, ja, ja. zodat je even kan zitten. Ik heb een bed, dat gaat wel omhoog. Maar dan moet je opstaan en aan een heel moeilijk nylon touw trekken. <laughs> en dan trek je zo die, dat matras omhoog. Maar om dat weer naar beneden te krijgen, moet je alles helemaal maximaal naar boven doen. En, en dan vind alles laten. er weer af. Ja. <laughs> Ken je nee, dat, dat is niet waar ik dan van droom. Ik, ik droom ik... inderdaad van zo'n ziekenhuisbed. Ja. En, zo zzit, en dat je dan. Ja, dat. Maar goed, um, weet je. Oké, okay, maar ik vind dit wel een haalbare kaart. Af en. toe even dat kloppen Af. ja en en ik heen heb heen echt wel een die... heel lief gezin hoor en ze hield allemaal hartstikke veel rekening met me en zo en ze zei steeds mama gaat het en zo maar het is ook je, je voelt je zo'n zo aandachttrekker maar dat is dus meer omdat ik wil benadrukken jongens er is een reden voor dit gedrag ik ben niet zomaar heel vervelend dus ja. het is meer het zit meer bij mij ja. zoals altijd ja. in mensen en dat vind je niet waardig nee vind ik niet waardig hoe zou je het liever zien bij jezelf dan? Nou, ik zou willen dat ik bijvoorbeeld acuut... Uh, dus je, het is... Oh, er is ook helemaal geen opbouw. Dat je al dagen zegt... Oh, kik, oh ja. mijn huid voelt heel raar. Oh, mijn, nee, in een keer doen we bij... Bon. 39,5 in, in bed. bed. Moeder, moeder reageert niet meer. <laughs> Af. Moeder, Kom, laat moeder we, is ziek. Jongens, ze moet blijven drinken. <laughs> ja. Weet je wel, die situatie. En dan op een dag word je wakker, zo bezweet. Ja. En dan schijnt de zon, de eerste lentezon, door je ramen. Ja. En dan word je wakker en denk je: de koorts is geweken. Ja, Ik ga weer aan het werk. <laughs> een soort van jaren twintig ja. koorts, ja. zeg maar. Ja, dat. Ja. Nee, je zit. Moeder gaat weer aan het werk? Je zit heel lang in een tussenfase. Ja, eigenlijk, eigenlijk de, de hele je tijd in bijna. In een tussenfase ja. zitten. Dat is het gewoon, hè? Dat is het ook, Met ja. Griep. ja. Je wil gewoon drie dagen eruit zijn en dan weer pop. Ja, Hoppa. Maar goed, um, hmm. misschien is de oplossing iets minder proberen sociaal wenselijk te zijn door het niet steeds te benadrukken. Want dat is eigenlijk sociaal juist onwenselijk kom Ik steeds meer achter Als ja, je het, vaak het, het is zegt een dubbel ben signaal slash, laat me met rust, ja, slash, slash geef zorg me aan voor mij, ja, slash, reageer op mij, ja, slash, wees een sanatorium, Ruim Lacht, mijn kamer op, Ruim mijn kamer op, doe alle dingen die ik eigenlijk heel graag ongevraagd <laughs> ja. van jou wil, Lees me voor de Lees boek. me voor. <laughs> ik had ook zo, dan heb ik en mijn laptop en mijn telefoon en mijn leesbril en al die propjes en al die ja. vesten. Ik voel me zo'n ja. Weet je wat? Weet je wat? Wanneer het een heel duidelijke zaak is, als je heel veel pijn hebt. Ja. Als je echt zoveel pijn hebt dat je bijvoorbeeld niet meer slaapt. Ja. Of dat je niet meer. Dat heb ja, ik dan, ook wel eens gehad. Ja, dat heb ja. ik ook wel eens gehad. En dan is er een dat soort. Dat is echt vreselijk. Dan ga je een soort grens over. Ja. met ja, rust. Ja, dan word je Ech. gewoon een wild dier. Uh, ja, dan. Ja. Dat is. Dat is Um, dus, de, dus we mogen ook heel blij zijn ja. dat je niet al te griep vaak is gewoon... in dat gebied zit. Nee, dat, nee dat, dat, dat heb ik echt niet zo vaak Het meegemaakt. gaat met name dus het gaat om griep, hè jongens? Ja. Even voor de gaat, de bij mij is het meer gewoon dat je knettermoe bent. Maar goed, nu heb ik er genoeg over gepraat. Lies, wat is jouw kleine probleem? Mijn klein probleem is dat ik uh, muizen heb. Het is eh? misschien dat je denkt, god doe mij jouw problemen, Lies. Wat is dan nou voor een fuck probleem? Maar ik bedoel eigenlijk, um, ja, ik zag een muis weglopen en die keek zo... Uh, wow, wacht even. Uh, ik ga misschien. Nee, ik ga, die, ik, 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 ik ga nu even achter deze doos met, uh, met uh, schoensmeer zitten. Zo, Die muis die was heel rustig, ging die weg. Toen dacht ik, nou, ik oh, heb vast heel veel muizen. Ja. Nee, maar waar één muis is, zijn veel Precies muizen. Er zijn veertig muizen. Ja. En toen zei chef, ja, maar we hebben toch eigenlijk altijd muizen? Nou ja, we hebben niet altijd muizen, maar hij bedoelt, een muis hoort erbij. Ja, het, is, het is nou eenmaal... Het is een oud huis, je hebt ja, een tuin. Je, ik heb een tuin, ik voer kippen. Ze ja. hebben wel zo'n voedselautomaat, voers, natuurlijk, ja. weet je wel. Dus als ze erop staan op die automaat, dan gaat er een klepje op... en dan kunnen ze eten. Ja. En eraf dan om, Of vanwege muis of ratten. Toen dacht ik, moet je accepteren dat je... als je een redelijk schoon en opgeruimd huis hebt... Dat je dat gewoon af en toe hebt. Of ja. moet je de totale oorlog inzetten. dat ik nu alles op alles ga zetten. Met gif en zo. Met elektronische vallen en weet ik veel wat. wat, wat of, of moet je moet je gewoon. Zeggen, ja, ja, fact dus. of life. Net als luizen. luizen. Net en als muizen. luizen. Ja. Nou ja, ik denk eigenlijk dat wel. Want wij hadden. Kijk, nu woon ik boven. Dus dan heb je. En ik heb ook een hond en daarvoor had ik poesers. Dus dat vinden muizen allemaal heel eng. ja En als je boven woont, heb je natuurlijk minder last. Maar vroeger, ja. toen ik thuis woonde, hadden wij ook. Altijd muizen en ja. ik zag dat net als chef, inderdaad, gewoon van ja, die zijn er gewoon. Dat, dat klinkt heel vies dat ik dat dacht, maar dat was gewoon zo. Wij ja. hadden dus ook gif en zo, maar dat was echt heel, heel naar. Want dan had zo'n muis het gif gegeten en dan zag je hem zich zo, sla, zo slepen naar zijn hol. Van ik ga ergens sterven, dat is Och. ook niet per se. Of ze lagen ergens dood achter een bank, nou dat stinkt. Ja, dus, dat is echt vies. Dat is stinkt, echt. Ja? Ja. Goor. En, en bovendien gaan andere dieren er dan misschien weer van eten. Nou ja, bij jou, de kippen zullen dat niet zo gauw doen. Nou ja, denk aarskevers. ik. kaaskevers. Wat zijn dat? <laughs> ik zeg maar wat. Oh. Dat zijn kevers die eten dode dieren op. Oh. Uh, nee, dat is natuurlijk heel smerig. Of vliegen. Oeh. Ja, wat je in ieder geval nooit moet doen, jongens. En um, ik zeg dit in alle eerlijkheid, omdat ik het een keer heb gedaan. Een plakstrip. Met buizen. Ja. Oh, mijn God, dit ken ik alleen maar van, van, van muggen en vliegen. Dat is zo erg. Dan plak je ze vast. Ja. En wat dan? Dan sla je er met een koekenpan. Ja, op. Ik dacht in mijn eindeloze onnozelheid, nou, dan zijn ze wel meteen dood of zo. Nee, natuurlijk niet. Dan zitten ze gewoon vast. Ja. Oh, mijn God. En ja. toen, wat heb je toen gedaan? Ja, nee, ik ga het niet Nee, nee kan het misschien niet beter uitspreken. van niet. Nee. Maar, maar een plakstrip moet je gewoon nooit meer nee, doen. Nee, ik heb hier ook nog nooit van gehoord. Weet je, je zeker dat het voor muizen bedoeld was? Ja, het is, voor, oh. ja, het is een laatste redmiddel. Oh. Zei de meneer van de gereedschapswinkel die <laughs> de plakstrips. Ja, Sorry. die meneer zei, ja, dat helpt wel. Ja, nee, het helpt, maar... Ja, niet afdoende. Het is onuitsprekelijk afschuwelijk. Dus dat moet je dus niet nee. doen, jongens. Dat ga ik nooit meer doen. Dat is één keer gebeurd. Spijdelig. Maar ben jij bang voor muizen? Dan ga ik naar de hel. Nee. nee, maar ik moet zeggen, ik schrik wel even. Ja, het is, echt, het is oh, niet zo. Weet je wel? Nee, en op een gegeven moment worden ze heel chill. Dat is echt niet het nou, moment. Je, denkt, je hebt gewoon scheid. Ja, ik heb wel eens opgepast bij mensen. En dan klommen ze zo gewoon naast mij in een gordijn. Zo van: Hallo, o, wij zijn bezig o. met klimmen. Dat dacht ik echt. Jullie zijn ook helemaal niet bang voor mij nee. of zo. En ik kan allemaal dingen naar dat gordijn gooien, maar dat. dat, dat ja ik ga nu toch maar weer gewoon ermee aan de slag ja. toch maar weer wel maar je weet dat het dat het het zal altijd terugkomen ja 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 het zal altijd terugkomen dus ja want jij hebt echt een schoon oorlogs. huis het is die niet moet... zo dat er bij jou nou allemaal kruimels op de grond liggen of maar ja doe jij echt alles in plastic bakken nee ik helemaal ja. niet maar dat is omdat ik dat hondje heb dus die die zorgt wel dat ik geen muizen nou, krijg je zijn gewoon gefokt voor muizen en ratten hè? ja tegels oh wel die van mij Gelukkig heeft ze het allemaal. Want wij ja. lopen wel eens door een park waar heel veel ratten zitten. Ja. En dan zie ik echt zo'n rat. Dan denk ik. Oh god, die gaat. Ze... En dan, dan heeft ze het helemaal niet door. Het zal wel heerlijk zijn als je dan zegt, uh, Wally, apport. Nee, vreselijk het idee dat nee. zij met zo'n rat in haar bek loopt. Dat. Ik ben heel blij dat ze, dat ze nee. een, een totaal gedomesticeerde, ontjachte hond is. Ja. Maar het helpt wel tegen de muizen. Ja. Die ruiken dat. Ja. Die denken, oh, er is hier een hele enge tackle. Dus toch ja. maar heel. Dus toch maar gewoon. Nou, ik Met zou tegen de, tegen, klippen op, ja, ja, precies. Precies. tegen de klippen op de muizen wegjagen, voor, voor even. En, en blij zijn dat jullie er allemaal niet bang voor zijn, want Gijs is echt panisch, dus dat, ja, dat, dat was een ramp ja. in ons Nee, vorige Ik ben niet huis. bang of, nee. nee. Oké, okay, staat genoteerd, prima. Staat genoteerd. Gaan we naar het grote probleem? Yes, sir. En dat luidt. Is het verstandig of belangrijk of wenselijk of fijn om rituelen te hebben in precies. een gezin of nou ja, in, in je, je leven. leven? In je ja. levensloop. Ja. Wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. En da dat hebben we ons allebei afgevraagd. Ja. En dus het is eigenlijk niet een, pro niet een, een probleem, maar het is eerder een vraag. Een, een vraag. Ja, filosofische vraag. Waar Arie Boomsma overigens hele podcast over vol praat. Ja. ja. Ah. Ik heb maar één aflevering gehoord en toen ja. ging hij dat aan uh, Thierry Baudet vragen. Wat over... zijn je rituelen? Ja. Maar ik, ik heb helemaal geen rituelen. Mijn leven is zo voorspelbaar. Ik denk, ja, waarom zit je dan in deze podcast? Maar goed. Ja. Um, en waarom luister ik hiernaar? Hmm. Maar um, ik vind het wel een, wel een goede vraag. Um, misschien moeten we dan eerst even, even vaststellen: wat is een ritueel? Ja, voor mij is het ook een beetje hetzelfde als een traditie. Dus een ritueel is een. Een vast terugkomende activiteit, maar een, een, een uh, traditie kan dan zijn. Bijvoorbeeld als ik uh, jarig ben, maak ik altijd siliconkaartjes. Precies. Is ja. dat dan een ritueel? Ja, ik denk dat een ritueel net dat een beetje anders is. Dat is dan net iets anders, hè? Nou, voor mij is een ritueel bijvoorbeeld. Mijn vader riep vroeger altijd als uh, als wij gingen slapen, dan ging hij op de gang staan. Was hij waarschijnlijk dolblij dat we allemaal in bed lagen? En dan riep hij wel lieve schattenbouwten, to de loo. Mm. Dat was dat vind ik een ritueel, want dat was elke avond hetzelfde. Ja. Yeah. Dus dat vind ik, En een traditie is inderdaad, we gaan op onze verjaardag altijd naar hetzelfde restaurant. Ja, of we gaan, we, we gaan naar het tiki-bad. De eerste dag van de vakantie gaan we naar het tiki-bad. En daar nemen we dan altijd een kroket, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is ook heel erg een ritueel. Een, uh, een, een traditie. Ja. Nou, ik zal maar eerlijk zeggen, ik ben er gek op. Ja, hè? En jij ook, toch? Ja, zeker. Ja, maar ik vind toch dat ik er te weinig heb toen ik erover na ging denken. Nou, ik dat, dat ik denk, ik heb ze te weinig gewaardeerd toen mijn kinderen klein waren. Dat is het misschien een beetje. Heb jij dat ook? Toen waren er heel veel rituelen. Ja. Ja, nou, ik ik ging het vragen aan mijn zoontje en die zei, ja. chef, wat zijn nou eigenlijk de rituelen in dit gezin? En toen kwam die met een hele waslijst. Aan oh en toen echt? Dacht ik. Oh ja. Oh God. Ach, dat vindt hij. Hij vond dat dus blijkbaar wel heel bijzonder. Oh. oh maar wat oh. dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, elke zondagochtend dan, uh, dan was er knuffelvergadering. Uh, en dan, nee. bijvoorbeeld, om een uur of negen. En dan kwamen ze dan met alle knuffels, en dat waren er denk ik 600 of zo, op mijn bed. En dan moesten die in een kring. En dan moest ik een uh, groepsvergadering nadoen. Nee. Waarin er dan altijd een nieuwkomer was. En die vonden andere knuffels dan niet leuk. <laughs> en dan gingen we toch overleggen hoe we dan toch nader tot elkaar konden komen. En ik dacht wel eens bij die knuffelvergadering... Oh, god. Gaan we weer. Oké, okay, knuffelvergadering. En dan kwamen ze weer met al die beesten. Oh, en die kwamen op bed. bent ook echt een te lieve dacht, moeder. Nou, nee, oh, En toen dacht ik, oh, god, nee. Oh. Ja, ik kan me ik zo kan, goed voorstellen. Dan en, moet je echt in de schoenen. Je schoen. hebt gespeeld de dag ervoor. En dan heb je gewoon eigenlijk vijf uur geslapen of zo. En, dan ja. en toen vertelde hij dus vol liefde over die knuffelvergadering. En hoe fijn dat was. Ja. Toen dacht ik, ik heb, er, ik heb eigenlijk toch... Uh, ja, me dat niet genoeg gerealiseerd hoe ontzettend belangrijk het is voor kinderen om zich later dingen te herinneren ja, zoals... He? En toen deden we altijd dit. En oh, toen deden we dat. En, ja. toen, en ik weet zeker dat jouw kinderen, die hebben dat ook. Ja, maar zoiets als die knuffelvergadering? Nou ja, ik dat deed misschien wel... Misschien eerder een traditie, hè? Ik was natuurlijk eerst stiefmoeder voordat ik moeder werd. En toen, <laughs> toen heb ik een deel van mijn energie al... Uh, Heel erg gestoken in zelfbedachte verhalen vertellen over een heel stout meisje. Die Emily de Vries heette. <laughs> Emily de Vries, Emily klinkt ik heel de goed. Fries. En <laughs> um, nou, ik heb later ook nog wel heel veel verhalen verzonnen over een soort trio mensen die heten Henk, Bonk en Ank. Ja? die waren altijd aan het liften naar Ibiza. Dus dat, dat en, vertelde... en ondertussen kwamen ze allerlei problemen. Ja, tegen. kwamen er heel veel problemen. En toen is Gijs een keer van het lachen bewusteloos geraakt. Dat oh, was wel dat heel mooi. Lief. Ja, maar dat is natuurlijk een gezamenlijke kernherinnering ja. waar nog wel eens aan wordt gerefereerd. We hebben het gisteren nog over gehad, toevallig. Want hij was nu met, met Marcel van Roosmalen ook in zo'n situatie waar hij bijna auto's gaan van het lachen. Maar ja, dus Henk Bonk en Ank, deed ik dan voor Ben en <laughs> en dan voor Kobe Zo'n Lief, deed ik heel vaak Emily de Vries. Ja, en dat was inderdaad. Uh, ja, ook wel eens dat je gewoon te moe voor woorden was. Maar het is, als kinderen dat zo graag willen, ga je ook niet zeggen... nee, 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 we gaan ja. het niet doen. Weet je, denk ja. je, ik houd het een beetje kort. Op het moment zelf denk je, oh, oh, oh. Ja, echt. Ik, ik weet niet waar ik het vandaan moet Ik halen. herinner me trouwens een keer dat wij samen in de Efteling waren. Ja. En toen ging ik ze een sprookje voorlezen van Repelsteeltje. Maar ik was toen echt heel moe. Het was na een dag Efteling. En toen skipte ik steeds hele Alinea's. En jij zat erbij. En jij keek me echt zo aan. van. Ik heb jou heus wel door. Je slaat gewoon elf helft van dat verhaal. Over. Dat vind ik heel lief. Niemand had die zin. Nee, ze gaten. konden allemaal amper lezen. En of het boeide ze niet. Ze waren zelf natuurlijk ook helemaal oud. Maar dat, dat deed ik dan ook wel vaak. Zo van. Nou, we pakken even de hoofdlijnen. Ja. Ja, ik. ik, ik um... Ik heb dan nu uh, uh, nog, uh, nog de kinderen van mijn man. En dan zit, dan een, 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 die heeft een dochter. En die is, nog, die is nog wat kleiner dan de rest. Dus ik heb eigenlijk ook lekker een beetje een soort herkansen. Ja. Om sommige dingen nog eens extra, extra goed te doen. Even extra over te doen. Ja. Dat is echt heel fijn. Ja. Want ik, ik denk achteraf, nu mijn kinderen best groot zijn. En die rituelen zijn natuurlijk eigenlijk, worden natuurlijk steeds minder. Ja. Denk ik, ik had toch met misschien meer moeten realiseren hoe. Uh, uh, ja, hoe, hoe fijn het is om als, als kind of als volwassene na te denken over wat je vroeger al, altijd deed. Bijvoorbeeld ja. met Pasen of met Kerst deed je altijd dit. Of ja. die de, dat, maar dat, die dingen had jij sowieso wel, hè? Want jullie hebben altijd Kerst gevierd en ja. zo. Ik bedoel, het is niet dat jij dat allemaal je voorbij hebt laten gaan. Nee, nee, Toen, helemaal dat niet. Het werd maar... allemaal uitgebreid gevierd. Nee, maar het waren het waren toch wel zo'n tropenjaren. Ja. Dat je dan dat je dat gewoon op kracht en op mentaliteit. Ja, puur doorzettingsvermogen. Ja, dat is waar. Um, en dan en kan ik nu achteraf, kan je daar dan ook tevreden over zijn? Ik ben over heel veel dingen ook helemaal niet tevreden. En heb ik helemaal niet goed aangepakt. Maar, maar wel over een paar dingen. Maar ik, ik wilde eigenlijk ook nog zeggen tegen mensen die bijvoorbeeld nu een babytje hebben. Ja, die of die nog twee kleintjes hebben in de trope tijd. Uh, dat, het, dat het toch heel fijn is voor kinderen om op te groeien in een gezin waarbij dus dingen Daaraan worden herhaald. Ja, herhaling dus is heel krijgen. belangrijk. Ja, dus dat is echt een tip aan ouders met jonge kinderen. Ja, maar ik denk ook trouwens, als je bijvoorbeeld, dat heb ik ooit in therapie geleerd. Ja. Toen was ik alleen en toen had ik nog geen kinderen en ook geen uh, geliefde. En toen uh, zei die psycholoog tegen mij van uh, je moet gewoon elke week een bos bloemen voor jezelf kopen. Ja, dit klinkt echt als een open deur. En maar daar heb ik heel veel aan gehad. Want dan werd dat echt zo mijn vaste ding. Zo van ja. nou, op, uh, op, weet ik veel, op zaterdag of zo ging ik dan bosbloemen halen. En die zet ik dan zo neer. Ik, ik vind dat ook echt heel erg leuk. Maar heel dat deed leuk. ik gewoon nooit. Ja. En dat, ik moet zeggen, dit kost mij veel moeite. Omdat ik dus een underbuyer ben. Ja. Of dan vind ik de bloemen niet zo mooi. Of dan denk ja. ik van nou, ik wacht wel een dagje. Misschien hebben ze dan weer andere bloemen. Nou ja, gezeik. Ja. Maar dus ik moet daar nog steeds. Maar ik, ik ging me daar dus toen heel erg op toeleggen. Ja. Uh, en toen werd dat een heel leuk, uh, leuk ritueel. En het is een moeite van niks eigenlijk. Ja. Ik bedoel, al koop je tien narcissen, dat is ook prima. Ja. Maar um, ja, dat was echt zo'n ritueel wat iemand mij even heeft moeten aanleren. Ja, dat heeft te maken dus met zelf, zelfwaardering, zelfliefde. Ja, dus het is ook zelfs zo dat als je inderdaad niet voor anderen hoeft te zorgen... Of, uh, je, maar dan is het eigenlijk ook wel heel erg belangrijk dat je dit soort dingen erin brengt. Ja. Een soort regelmaat in verzorging. Ja. Dus als je dus gaat eten, dat je de tafel dekt voor jezelf... met een kaarsje, ja. of dat je dus... Ja. Ja. ja, dat is best moeilijk. En soms ook gewoon denkt, fuck it, ik ga lekker voor de tv eten... want dat kan ook heerlijk zijn natuurlijk. Ja. Maar ik doe dus wel in die... Het komt niet erg vaak voor dat ik alleen eet... maar dan doe ik wel uh, heel groeiend een kaarsje aan. Ja, dat is toch heel goed. Ja. Ik denk dat dat ook komt door die bloemen. Ja. Het effect is sowieso... Wat had ik nou nog meer opgeschreven? Ja. Oh ja, dat was ook wel grappig. Soms kunnen dingen ook zo afkalven. Hè? Ik had ook een, op een gegeven moment een ritueel uh, van hapjesavond. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dit had ik ook weer van iemand afgekeken. Ik, ik kijk echt alles af. Hè? Ik bedoel, ik kan echt niks zelf verzinnen. Dus. Maar in het leven verzin je toch helemaal niets nieuws. Nou ja, ik bedoel, ik, er zijn er. Ja, ik leef echt op afkijken. 50.000 jaar mensheid voor je. Ja, jaar. is handig. Nou ja, ik had gezien dat iemand die ik ken, die deed altijd hapjesavond op vrijdagavond. Dan ging ze allemaal zelf hummus maken en kleine kerstomaatjes en, en kleine broodjes en dingetjes met bladerdeeg. Nou, dus dat had ik overgenomen. Ik dacht, dat is best wel relaxed. Dan kunnen we gewoon voor de tv allemaal hapjes ja. neerzetten en dan is iedereen moe en dan gaan we die hapjes eten. Ja. Maar dat, dat werd steeds meer zo'n soort plastic bakje gehaktballen van de Albert Heijn en daarnaast een bak met kerstomaat. Dus het, het kalfde al gauw af tot een ja, ja niet maar heel het luxe. genieten was er dus niet minder om. Nee, want ik merkte natuurlijk van dit is het enige wat echt gegeten wordt. En, ja. en zelf humus maken ja. vind ik best wel veel werk. Ja. Maar dat is nu omgekalfd in, uh, en dat vind ik eigenlijk beter en lekkerder, ja. Franse kaasjes ja. en zelfgemaakte soep. Elke vrijdag. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik doe dan bijvoorbeeld op zondag altijd soep met tosties. Ja. Oh, ik denk dat je die kinderen geen grote plezier nee, kunt doen. Nee, en ik, ik ook niet vind nee. het echt heel Zoom fijn. Zo met is echt een ja, ik dan, ja, mijn moeder deed vroeger op zaterdag de pannenkoeken. en dan kwam de hele buurt uh, oh, de ja? pannenkoeken eten. Ja, dan was mijn moeder oh, er ook en dan. Oh, leuk. Dat was. Dat was ook echt een, een traditie, dus niet een ritueel. Maar er kwamen nee. alle buren? En Er uh, kwamen de buurkinderen, ja. Oh. Een ritueel was bijvoorbeeld dat als we Sinterklaas hadden... dat we dan uh, alle lichten uitdeden. En dan deed mijn moeder een heel oude olielamp aan. Dat Op een of andere manier was dat heel belangrijk. Ja. En dan zongen we Sinterklaasliedjes. En dan bond ze de buurman op de, op de schuifpui... En die was helemaal donker en spiegelend, dus oh, dat zag je niet. Ja. Het was gewoon ook best wel eng. Ja. En dan gooide die uh, uh, pepernoten naar binnen. Dat, ja. ja, is dat een ritueel? Ja, dat is wel een ritueel. Ja, hè? het zijn rituelen en tradities gaan natuurlijk een beetje in elkaar over. Maar het is ja. wel een ritueel. Ja, de Sinterklaastijd is natuurlijk bij uitstek. Ja, daarom hou ik er denk ik ook zo van. Het heeft allemaal van die vaste onderdelen. Ja. En dat. dat, dat... Ja. Ja, ik weet niet. Dan kan je daar zo'n hele maand zo mee bezig zijn. Bij ons thuis was het zo dat als je dus ziek was, moest je eigenlijk altijd toch gewoon naar school. Ja. Uh, want mijn moeder die was onverbiddelijk. Ja. Tenzij je gewoon... Maar als je echt heel ziek was of je moest continu braken of zo. Ja, dat dan konden ze je niet wegsturen. Kon, ja, ik heb een keer kinkhoes gehad. Nou, toen mocht ik ook een paar dagen thuis <laughs> ja. blijven. En dan kreeg je altijd het ziekenvest aan. En dat was een heel oud vest met één knoop eraf. En dan moest je dat vest aan en dan kreeg je een kruik en dan maakte mijn moeder een... Sinezappel in stukjes met een zilveren vorkje kreeg je dan. Oh, ook. wat lief. Maar dat, het idee dat je dat vest had en dat je dan met dat vest oh, in bed lag en niet naar school heerlijk. hoefde en dan, Ja, en dat zieke vest, is dat een ritueel of een traditie? Ja, ik een weet traditie, het niet zo. Goed. Maar waarom was het dan het zieke vest? Ja, dat Omdat, weet ik niet. Dat het, wat, dacht dat van je hier kan je gewoon overheen kotsen als het moet of zo. Nee, ik of, denk dat het extra zacht was of oh, zo. Oh, wat lief. Ja. Oh, dat is, toch dat is een, een traditie, hè? Heel... He? Ja, ik denk het wel. Ik weet het allemaal niet. Ja, mijn tante heeft altijd van die goede verhalen, want zij mochten altijd thuis blijven als er ook maar één snotje aan hun neus hing, uh, ja. zeg maar, in mijn moeders familie. En vaak bleven ze dan ook gewoon meteen met z'n twee of met z'n drie of met z'n vier thuis, want ze waren met z'n vier. <laughs> en dan gingen ze Biepje en Bepje spelen. Dus dat, dan gingen ze gewoon, um, mijn oma heette Bep, dus dat was dan of ze gingen haar naar haar vriendinnengroep naspelen, ja. of ze gingen bibliotheek spelen, dat deden wij ook veel. Ja, vroeger ja. was de bibliotheek echt een ding. En hadden ze een shoelbak, die zetten ze tussen de bedden in. Ja. En dan schielden ze boeken naar elkaar. Mag ik van jou van Saskia en Jeroen, Saskia ja. en Jeroen en de Grot? Ja? Echt? ja. Mag ik van jou van Pim, Frits en Ida? En dan voor in zo'n briefje had ik ook in allemaal boeken. dan zo zo'n datum er heel officieel in zetten. Weet ja. je uit. En dan schulde je hem weer terug. Je ging hem niet lezen? Nee. Het was echt puur schulen met boeken ja. en daar data in zetten. Sowieso het winkeltje spelen? Ja. Dat natuurlijk ook Dat was zo fijn. Dat je dan ook een heel klein uh, doosje had en dan zaten er dan echt drie macaronietjes in. Ja. Weet je nog? Ja. dan kon je ah, mee schudden dat Fantastisch hè. Even kijken. Ik wil nog even kijken of ik nog een goed ritueel heb. Ja. Um, De verjaardagstraditie. Heb jij een verjaardagstraditie? Um, nou ja, wij hebben dus dit is ook weer heel beschamend. Ik bak dan meestal kaneelbroodjes. Ja. Maar dat heb ik dit jaar dus ook niet gedaan voor Grijs' verjaardag. Uh -huh. Ik nog was um, die kan je wel met terugwerkende kracht nog een drift heeft ze nu gisteren gemaakt. Nou ja. Lief, hè? ja, ja, dat vind ik wel echt heel erg goed. Dus de traditie wordt voortgezet. Ja, precies, die wordt gewoon voortgezet. Oh ja, en we hebben tegenwoordig op zaterdagochtend hebben we enorm ontbijt. Want wij hebben nu een hele ja. lekkere bakker ineens. Ja, en daar kan je echt krankzinnig lekker brood halen. Dus daar ben ik nu heel tevreden over. Want inderdaad, de meeste uh, tradities zijn dan al vanaf het begin van je gezin of zo. Maar dit is er pas heel laat ingekomen. En deze traditie heeft ook tijd van leven. Want een enorm ontbijt, dat, dat vinden wil je, als iedereen. we kinderen veertig zijn ook nog leuk. Ja, en het goede is, we slapen nu ook allemaal uit. Oh, dus we, kunnen, we hoeven okay. ja. niet om zeven uur al te ontbijten als ja. niks open is. Dus we kunnen gewoon dat ja. brood gaan halen en dan het lekker oppeuzelen. Oei, 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 dat is zo lekker. Nou, ik, ik hecht wel aan ontbijt en avondeten met z'n allen. Ja. Uh, dus in, ja, in het weekend ook. En dat, dat moet dan ook uitgebreid met een tafel worden gedekt. Vinden ja. andere mensen soms wel eens een beetje een ja, terreur. Dat dat dan moet van mij. Oh ja, ja, ik vind dat ook wel heel fijn. <laughs> ja, ik doe dat op ja. reis. Dus de kinderen hebben er verder geen last van. Ze gaan gewoon aanschuiven en eten. <laughs> en ik, ik heb ook wel eens als een, dan een van de kinderen te lang blijft liggen... en het om, we wachten met het ontbijt of wat dan ook... dan kom ik wel eens met een kip in de slaapkamer. Dus dan pak ik bijvoorbeeld een op... <laughs> En dan doe ik de deur open. En dan doe ik het hoofd van Tineke zo achter de deur. En dan wacht ik. Meestal zegt ze dan niks. Omdat ze dus eigenlijk gestrest is. Want die kippen vind ja, ik natuurlijk het wel ja. Maar goed, ik hou Tineke dan vast. En dan, dan doe ik zoiets of zo. Of soms doet Tineke... En, en dan zien ze dus dat kippenhoofd. En achter dan de weten de deur. ze. Ja, dan, is het, dan kan je niet boos wakker worden. Nee, dat, dat is dat, gewoon dat, zo dat leuk om is zo, zo wakker... iets grappigs. Daar ga ik Wally ook voor inzetten voor ja. dit soort dingen. Je moet Wally, moet je niet een soort slaapmutsje of een klein doekje ja. of iets. Ja, dat, dat je dan. Ze heeft, door een, door de... ze heeft een strikje wat ik om kan doen. Wat ze voor Kerst. Uh, dat is haar kerststrikje. Ik denk dat dat, dat ontdooit ja, ieders he? hart. Dat ontdooit. Ja, een dier met iets aan. Ja, ja. Sorry, het is heel erg jongers, <laughs> maar ja in een nou, ik heb natuurlijk nooit iets aangetrokken want dat, dat... nee met kippen kan dat ook helemaal niet nee ik heb wel eens een keer geprobeerd bij een kip een parelketting om <laughs> te doen dat werd ja durf mij niet te zeggen werd ook best een drama nou ja <laughs> een, dat dat niemand vond dat eigenlijk leuk tenminste wij wel maar de <laughs> Tres hoe heet <laughs> die kip die vond dat niet leuk <laughs> Trace? kip Trace vond het niet nee. leuk nee nee ja, wel ik zal zijn. niet zeggen wat ik vooral bij mijn kat heb aangevoerd. Maar... <laughs> sorry ik ga even mijn neus snuiten <laughs> um, ja dus eigenlijk ik vind de conclusie van dit verhaal wel dat wij daar helemaal op aanslaan zelf en ik denk ja. ook de mensen om ons heen wel ja. ik wil niet de hele week nu volboetseren met rituelen en tradities maar ik zou er wel wat steviger aan vast gaan houden nu ik er zo over nadacht... zijn ze eigenlijk waardevoller dan je denkt ja je? ja ja en ik, dat ik denk ik, ik ook ik vaar er ook zeer goed op ik ook dat je denkt van oh, ja. lekker, hou vast. Ja. Hou vast hier, hou vast daar. Oh ja, we hadden ook, nou, dit is echt het laatste wat ik zou zeggen, maar ja. we hadden ook nog op school, als het sneeuwde. Ja, dat gebeurde vroeger wel eens. Dan we, we, ik had zo'n leraar, oh, dat was dan wel een fantastisch leraar, meneer Sanders. En die ging dan altijd piano spelen en dan zong, uh, speelde hij dat lied van 'Tis vandaag een witte wereld, Kijk, het heeft gesneeuwd vannacht. Nou, dat is toch geweldig. Oh gaaf. man, en daar moet ik altijd aan denken als er drie vlokken sneeuw uit de lucht vallen. Dat heeft die man jullie zomaar ja, meegegeven. Ja, die was daar echt heel goed in. Tjie. Ja. Die, die, die heeft daar ook 3 miljard jaarles gegeven. Dat was echt een fantastische leraar, meneer Sanders. God, allemaal. Ja, ja het is toch. Kom ik toch weer Met terug? Met terug terugwerkende Ja, Ja. Waardeer dus, je het allemaal enorm. Ja. Dus dat dus is eigenlijk de tip die we willen geven ook aan mensen met jo jonge kinderen. Ja, en of met mensen, leraren. Maar ook mensen zonder jonge kinderen. Mensen zonder kinderen die misschien um, nou, wel eens denken van... waarom zou ik dit doen? Of waarom ja. zou ik nu gaan ontbijten? Het ons allemaal zoveel moeite. Uh, ja. Doe het toch maar. Doe het toch. Ja. Doe het toch maar. We gaan naar het probleem yes. van onze luisteraar. Beste Aven Lies, ik woon in een heel lief arbeidershuisje... in een heel fijn buurtje met lieve buren. In de zomer zitten de meesten voor hun huis en dat levert gezellige avonden op. Hier komt mijn probleem. Direct tegenover mij woont een oudere dame, ook zij is lief. Als ze niet al buiten zit, komt ze wel naar buiten zodra ze mij daar ziet verschijnen. Dan begint ze gelijk een gesprek, ook als ik er geen zin in heb. Het gaat altijd hetzelfde, nooit kan ik in alle rust zitten. De buurvrouw praat non-stop tegen me aan. Meestal zijn het ook nog dezelfde anekdotes. Daarom vermoed ik dat ze in een vroeg stadium van dementie zit. Ik kan op mijn telefoon zitten kijken of dieper in mijn boek duiken, niks terugzeggen, ik heb alles geprobeerd. Maar ze gaat gewoon door. Geen sociale antenne dus. Eén keer heb ik vriendelijk gevraagd of ze het goed vond om even niet te kletsen. Wat ik extreem moeilijk vond om te doen. Waar ze duidelijk een beetje van schrok. Dat hielp toen, maar slechts even. Vanaf de keer daarna ging het weer als vanouds. Ze heeft genoeg mensen om zich heen, dus ze is niet extreem eenzaam. En voor de duidelijkheid, ik kan niet om haar heen. Ik kom haar altijd tegen als ik naar huis ga. Ik vind het klets ook vaak gezellig, maar na een lange dag zou ik zo graag in stilte in het zonnetje voor mijn huis kunnen zitten. Bestaat er een leuke manier om deze praatgrage en vergeetachtige buurvrouw er bewust van te maken dat ze mij soms met rust moet laten? Oh. Ach, moeilijk, hè? Dit Wat een lief probleem. Hè? Ja, zijn er zijn dat toch een hoop lieve mensen. Hè? Ja, want dit vind ik ook weer hartstikke aardig geformuleerd. Het is dus helemaal niet van. Oh, ik bedoel, ze kletst vaak genoeg met haar, ja. maar deze buurvrouw onthoudt dat natuurlijk allemaal helemaal niet meer. Nee, ik denk dat, dat degene die deze brief schrijft, dat dat een heel gewaardeerde buurvrouw is. Ja, dus het is: je moet het misschien, lieve schrijver, ook maar zien als een groot compliment, omdat je bent iemand die, die zij graag ziet. Ja, en waar zij zich vertrouwt en, 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 en fijn bij voelt. Hè? Ja, maar ik denk wel. Dat je voor jezelf een beetje op moet gaan komen. Want anders wordt het wel heel moeilijk om te wonen waar je woont en om voor je deur te zitten. Maar zou dat helpen? Want ik denk eigenlijk ja. dat die vrouw dat dan vergeet: dat je dat hebt gezegd. Ik denk dat zij moet zoeken naar een manier. Um, ja, de uitdaging is dat je dus voor jezelf opkomt. op een manier die past bij jou. Ja. Als empathisch persoon die jij bent. Kijk, deze mevrouw die heeft geen antenne meer. Nee. Misschien is ze inderdaad wel uh, in een soort beginstadium van, van dementie. Misschien heeft ze gewoon geen antenne, dat heeft kan ze die nooit gehad. Misschien is het wel allebei. Maar um, je, moet, je zult er rekening mee moeten houden... dat ze je misschien iets minder leuk vindt als je het duidelijk zegt. Maar dat vind ik wel, eerlijk gezegd, iets wat je aan jezelf bent verplicht. Ja. Dus ik zou zeggen, en er kwamen ook heel mooie tips via Insta ja. binnen hè, van mensen. Ik zou zeggen um, dat je dus uh, bijvoorbeeld zegt... Ik, ik ben best een beetje moe, ik wil heel graag heel even naar je luisteren... maar ik moet ook een beetje tijd voor mezelf hebben. Ja. Uh, misschien is, vindt ze, is ze daar gepikeerd over, maar dat is dan, dat is dat dan, is dan iets zo. wat je dan maar op de koop toe moet ja. gaan nemen. Dus je, je geeft even aan dat je ja. zegt: Wat leuk, heb je een fijne dag gehad? Oh, wat goed, nou het ziet er goed uit. Ja, en dan zeg je: En ga ga nu ga ik heel... even een boek lezen. Ja, want ik ben best een beetje moe en ik heb tijd voor, voor mezelf nodig. Ja. Dus je moet het inderdaad, wat iemand ook schreef op Insta, je moet eigenlijk de reden daarvoor bij jezelf houden. Ja, en dat is ook gewoon zo. Ze is, dat ook, is ook, ook zo moe en kapot en ze wil even rustig lezen. Je zou ook nog bij wijze van afsluiting van het gesprek. ja, dit klinkt een beetje agressief, maar. Dan zeg je van, nou, dan heb je vijf minuten gekletst. Vijf ja. minuten, dat kan je wel opbrengen. En dan heb je daar je koptelefoon, zeg maar, al op het bankje naast je liggen en je boek. En dan zeg je. Zo, ik ben heel moe. Ik ga nu lekker even muziek luisteren en een boek lezen. Ja. En dan zet je die koptelefoon ja. op je dan hoofd. Ziet ze het, hè? Ja. ja, dan heeft ze een soort visuele cue. Want ja. het, het moet denk ik vrij duidelijk overgebracht worden. Um, want, want ja, ik heb ook zo'n vrouw in mijn buurt. Ja, ze, ze weten het echt niet meer. Nee. Dat is gewoon nee. zo. Ze hebben het gewoon echt niet door. Dus je moet het. Ja. Het is heel lastig hoor. Want het, uh, doe het maar eens. Omdat diegene is ook. Ja. Zie je natuurlijk de hele tijd. Ja. En je, elke dag. Ja, ik, 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 uh, ik ken het probleem, zal ik maar zeggen wel. En uh, uh, het, het, het helpt toch om het gewoon toch maar een keer ook maar weer te zeggen. Ja. Ja. Ik, zou nu, ik wil nu heel graag eventjes een broodje eten met mijn zoon. Ja. Of, ik of met even mezelf. Nu gewoon even met in mijn eentje heel eventjes een beetje voor me uitstaan. Want ja. Ik heb een lange dag gehad. Of ik moet nadenken over een paar dingen. En dat vind ik altijd fijn om dat eventjes een beetje zo buiten voor het huis te doen. Ja. Uh, ja, het zal toch moeten. Iemand had het over dat je misschien iets moet neerzetten. Waardoor zij kan zien dat je eventjes alleen wil zijn. Dus dat ze het kan zien. Dus je zet bijvoorbeeld een bloempot op de bank naast je. Zodat ze ziet. Dat ik, dat, ja en dat, dat je dat dus ook even... aan haar uitlegt. Ja, maar ik, ik weet niet of dat uh, of dat. Nou ja, daarom dacht is. ik aan die koptelefoon. Dat, ja. zij dan, dat ze dan misschien op een gegeven moment dat gaat zien als een soort cue van: oh, die koptelefoon ligt ja. er, die gaat ze straks opzetten. Ja. We gaan het kort houden. Maar dat zal er wel eerst heel vaak uitgelegd moeten worden. En misschien blijft dat ook wel zo. Maar dat er, dat er toch een soort visuele cue is van. Mm -hmm. en nu sluit ik me af. Ja. Wat ook misschien helpt is als jij soms het contact initieert. Dus stel je hebt bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè? je hebt een cake gebakken en je hebt een halve cake over of zo. Ja. Dat je naar dat toe gaat, dat je aanbelt, dat je zegt: hé uh, hey Ineke, heb jij zin in een paar plakjes cake? We hebben veel te veel en ik misschien hou jij er wel van. En dat je dat geeft, dat je zegt: Hoe is het met je? Dit en dit en ja, dan is het meer op jouw moment. Dan is het op jouw moment en binnen jouw grenzen. Ja. En dan zeg je: Nou, wat lekker. Ik hoop dat je een hele fijne zaterdag hebt. Misschien zie ik je straks nog even op het plaatje, want dan ga ik daar nog eventjes lezen. Dan ga je hem uh, ook echt actief uitnodigen. Nee, dat is misschien niet <laughs> goed. Laat dat laatste er maar af. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat je, dat je soms contact ja. of Dat je soms uh, investeert. Ja. En dan kun je straks ook makkelijker zeggen. Hey Ineke, ja. ga je even lekker lezen? Ja. Heb een fijne dag, hè? En dan wend je je blik echt af. Of je zet inderdaad je oortjes op en je gaat lezen. Ja. En als zij dan toch begint te praten, zeg je... ik vind het heel lief dat je dit nu tegen me zegt... maar ik wil nu heel graag eventjes lezen, want ik ben uh, een beetje moe. Of ik zit zo in een spannend verhaal. Ja, precies. Dus toch steeds rustig en lief uitleggen... dat je eventjes wat tijd voor jezelf nodig hebt. Ja, als ik ze daar dan van. Maar dat, ja, dat ja, is, ik denk, ja, je, is geen andere mogelijkheid. Nee. Maar wel Lastig, soms dus hè? hartelijkheid geven. Ja, dat vind ik wel een hele lieve. Ja. ja. In plaats van altijd haar op jou af te laten komen. Maar ja, ik dacht ook nog van: kan je niet achter je huis zitten of zo? Maar ik denk dat het niet. Ja, maar dan om... laat je je wegpesten. Ja, of niet dat weg is pesten, echt dan, heel dan erg laat je je, je eigenlijk wegdrukken. Ja. ja, het is net als het probleem wat we een paar weken geleden hadden over iemand die op de pont. Weet je nog? Ja, met Kerstoen, die op de pont aangesproken werd door iemand. door een vrouw die dus haar verhaal kwijt wilde. Ja, het is toch ook belangrijk dat jij niet je laat weg. Ja, nee. van een plek waar jij ook uh, bestaansrecht hebt. Ja. Je hebt het recht erop om voor je huis even met rust te worden gelaten. Ja, precies. En uh, dat is toch uh, ook belangrijk om op die manier voor jezelf te leren opkomen. Ja. Oh man. Echt moeilijk, hè? Ja, heel moeilijk. Nou, um, ik hoop dat het helpt. Ja. Dus misschien wil je ons wel laten weten uh, hoe het is gegaan. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Kijken of het werkt. Ja, dan kunnen ik wij. Ik denk dat vast... velen daar iets aan hebben. Kunnen wij er ook nog iets van opsteken? Zullen we lekker naar de natuur gaan kijken? Wie komt er met zijn droeve ogen kijken als je door het bos loopt of in de tuin werkt? Daar is de roodborst. Zo mooi als hij is? Een borst in de kleur van het allermooiste herfstblad. Je ziet hem al snel. Ook al omdat roodborstjes aardig nieuwsgierig zijn en heel territoriaal. Zelfs in de winter moet het postzegeltje bos waarover hij koning is verdedigd worden. Dat doet hij door een mooi liedje te zingen. Het lijkt altijd alsof het roodborstje iets vraagt. Die fluittonen klinken als een vraagteken. Waar ga je naartoe? Wat doe je daar? vraagt hij. Sommige roodborstjes die nu in de tuin zijn, die komen uit het noorden van Europa. En sommige van onze zomerroodborstjes overwinteren nu in het zuiden. Wat een eind vliegen voor dit beestje. Als wij besluiten om naar bijvoorbeeld Santiago te lopen, dan gaan we daar weken en gaan we weken aan voorbereidingen vooraf. Goede schoenen, goede route, goede jas. Het roodborstje vertrekt elke herfst naar Santiago en vliegt een paar maanden later weer helemaal zelf terug. Hij heeft niks bij zich, alleen zijn felle karakter. Zoveel vriendelijkheid als roodborstjes hebben voor mensen, zo een hekel hebben ze aan elkaar. Het lijkt wel of het roodborstje helemaal alleen is in het uitgestorven winterbos. En daarom is het voor een eenzame wandelaar die misschien wat verdrietig is van binnen, en dat zijn wandelaars nog alles, best fijn om zo'n prachtig roodborstje of zijn of haar pad te vinden. Wie schreef er ook weer? U bent als een lamp voor mijn voet? Juist, dat is het roodborstje ook. Houd moed, wil hij zeggen. Ik ga met je mee. Mooi. Hm. Ik stel me niet dat ze zo territoriaal zijn. Ja, heel. Uh... En ze zijn ook ontzettend nieuwsgierig. Oh ja? Ja. Wat grappig. Het lijken ze eigenlijk een beetje op tekkels. Ja, die zijn ook territoriaal en nieuwsgierig. Er is toch zo'n liedje ook: Roodborstje tikt op het raampje, tik, tik. Ja. ja. Er zijn dus ook roodborstjes die elke ochtend op een. Op een vensterbankje zit, omdat ze dan uh, een beetje voer krijgen. Ja, en dan komen ze echt even tikken. Leuk, hè? Oh, Schattig. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik maar... ook niet, helaas, jongens. Nee, alleen zeg, maar ik, dat ik heb ook van het ook voor een stadsluiven. Jongens en meisjes, mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, luister dan eens dus naar onze extra podcast ja. op Podimo. En die heet Aaf en Lies pakken door. Daarin pakken we door. We zijn twee wekelijks te beluisteren op die podcast op de woensdag en daar behandelen we altijd een jaren 90 fenomeen. Precies. Je kunt het ook 30 dagen lang gratis beluisteren ja? en dat is via podimonl avenlies. Heb je een probleem, stuur ons dan een dm op instagram of mail ons naar hulp van tonymedia.nl je kunt ons ook lekker volgen op de voet. Op Instagram, YouTube, TikTok en dus dat eerder genoemde Podimo. En als je wil, geef ons dan sterren via je favoriete podcast. En dan stijgen we op de podcastladder. Mm. Dat is een lekker gevoel. Dat vinden wij heel fijn. En dan uh, horen jullie ons weer volgende week. Dag. Doei.